Als je immuunsysteem goed functioneert, heb je een grote kans om het COVID-19-virus te overleven. Dit zei fytotherapeut Vincent Narendorp vandaag in het programma ATV COVID-19 Update. Fytotherapie, oftewel kruidengeneeskunde, behandelt gezondheidsklachten en ziekten met plantaardige middelen. Narendorp vindt dat totale isolatie niet zoveel zin heeft bij de bestrijding van het COVID-19-virus. Hoewel hij begrijpt dat isolatie wordt geadviseerd om ons zorgsysteem niet te bezwaren, zegt hij dat de rol van mensen hun immuniteit of afweersysteem veel belangrijker is. We begrijpen aan de andere kant heel goed dat het medisch systeem hier in Suriname eigenlijk heel erg fragiel is. En dat we alles moeten doen om dat te beschermen. Maar een totale isolatie gaat nooit ervoor zorgen dat dat beschermd wordt, dat is één. En ten tweede, het gaat altijd ervoor zorgen dat bij any nieuwe influx van het virus er meer en meer... Een nieuwe golf dus. Ja, elke nieuwe golf, dat je meer patiënten gaat krijgen en dat je het virus op die manier eigenlijk niet inhoudt. Een belangrijk ding dat jij dit virus eigenlijk ook over het hoofd geslagen is en dat eigenlijk in veel landen eigenlijk niet benadrukt is, is de rol van menselijke immuniteit hierbij. Om je een makkelijk voorbeeld te geven, als ik jou zou zeggen, ik heb een medicijn nu, dat 80% van alle zieke patiënten, als ik ze het geef, dat ze direct genezen ervan, van COVID-19. En dat de 20% van de mensen die niet genezen of die ziek raken, dat zij eigenlijk dat medicijn niet goed hebben gedronken of dat zij heel weinig ervan hebben gehad. Zou het niet wereldkundig gemaakt worden? Meneer, wat voor medicijn is dat? Eigenlijk is er zo'n medicijn. En dat is je immuniteit. 80% van de mensen die met het virus te maken krijgen, geneest op eigen krachten. En hoe komt dat? Omdat de immuniteit werkt. Narendorp geeft aan dat in deze periode niet alleen isolatie moet worden aangeraden. Hij zegt dat vooral de kwetsbare groepen, zoals de ouderen, geadviseerd moet worden hoe zij hun weerstand kunnen verhogen. Eenvoudige kruiden, ik ga geen reclame maken voor mijn zaak, maar eenvoudige kruiden die men kan gebruiken, die bijna overal in Suriname vindbaar zijn, voor nieren en voor lever, is Finbita. Gebruik Finbita. Tweede ding dat je kan doen, zorg ervoor dat je witte bloedcellen count hoog is. Er zijn kruiden daarvoor, heel specifieke kruiden, maar er zijn dingen die we kunnen doen om dat omhoog te krijgen en dat is paddenstoelen gebruiken. Shiitake mushrooms, er zijn heel veel entrepreneurs hier in Suriname die met mushrooms bezig zijn en die dingen helpen om mensen hun weerstand op te bouwen. We weten hoe goed mushrooms zijn bijvoorbeeld bij het behandelen van kanker en andere immuniteitsziektes. Mm-hmm. Die dingen gebruiken om je immuniteit op te bouwen, zijn prachtige dingen. Die dingen zorgen ervoor dat je eigenlijk je lichaam beschermt. En die dingen hebben ook bewezen te werken bij mensen die al COVID-19 hebben. Narendorp, fytotherapeut Vincent Narendorp. Hij sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update.